lekker. Oké, en nu? Wat gaan we doen? Hoi, vlog takeover. Dit is mijn plek. Oh, ik heb gewoon een plek. Zo tof. Dat was er niet aan weg. Oh, hier blijf ik echt de rest van mijn leven staan. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Wally Cross. Ik wil even in ieder geval hartelijk welkom heten de auteurs die er zijn vanavond. Dat zijn Jen Minkman, Patty van Delft, Chinook Thijssen. Volgens mij is Maren Stoffels er nog niet. Die staat nog in de file, maar die komt straks ook nog. Esther Wolraven, van harte welkom, die is er al wel. Mirjam Bruisens, Eva Moraal en Sarah Sonneveld. Dan wil ik ook nog welkom heten Marijke Jansen, die een schrijfworkshop geeft. En Emmy van Ruiven, die een blogworkshop geeft. En dan is er ook nog Arno Klos, onze fotograaf. Ja, ik ben aan het zoeken. Wij krijgen het Cosmo, ik wilde de goodiebag laten zien zonder hond. Dit is dus de tas waar het in zit. So many books, so little time. En dan op de achterkant het logo van Klavis. In de tas zit ook nog deze papieren tas. Books are the new black van Blossom Books. Ook een heel leuk cadeautasje om te bewaren. Eigenlijk zonder om weg te geven, zou ik wel zelf gewoon willen houden. Oh ja, en dit was trouwens ook de flyer van de YA-avond. Hele mooie flyer. En helemaal gaaf. Dit waren dus de auteurs. Jen Minkman, Patty van Delft, Chinook Thijssen, Maren Stoffels en Esther Walraven. En nou ja, Eva Moraal was er ook. En er waren er nog een paar die hier niet opstaan. Cosmo, ik wil eventjes hallo, schatje. Oh, oké, nee, dat was leuk. Thank you.
kiezen. En natuurlijk, je hebt dit plaatje net al gezien, maar dan het boek Bibliotheek der Zielen. Het derde boek van de bijzondere kinderen van mevrouw Peregrine. Dat betekent wel dat ik het tweede deel nog eventjes moet halen, want ik heb dus alleen deel 1 en deel 3. Maar ik wilde dit boek echt heel graag hebben. Oh, kijk, ik vind het zo mooi. Volgende week vrijdag hebben jullie een gewone video in plaats van een nieuwe vlog. Want aankomende week staat er gewoon echt niks op de planning buiten de deur. Dus dan wordt het wel heel erg saai. Er moet minimaal één ding zijn. Dus één vlog sla ik over. En daarna staat er volgens mij weer heel veel leuke dingen op de planning. Vergeet niet duimpje omhoog, abonneren, alles, wij volgen en zo. En doei!